Yo mensen, Raske hier en welkom bij week nummer 3 van Top 5 Players of the Week hier op mijn kanaal Raske Gamer. Voor deze week begint wil ik jullie sowieso nog even bedanken voor de support op de vorige week. De vorige week kreeg ik bijna 600 duimpjes omhoog en dat is dus niet meer normaal veel. Ik hoop dat we deze week wel kunnen halen de 600 duimpjes, maar dan gaan we vanzelf zien aan het einde van deze video. Want op nummer 5 staat Jantje Robert 1. Jantje Robert 1 staat ten eerste op de vijfde plek, omdat hij gewoon Jan in zijn naam heeft staan. Ik zelf vind ook Jan, daarom staat hij op de vijfde plek. Maar hij staat niet alleen maar op zijn naam op de vijfde plek, want hij rent hier op Modern Warfare 3 met zijn USP en Tactical Knife op de map Dome. Hij krijgt er één knife kill, hij rent daar naar deze gang en hij krijgt daarna nog bijna een triple kill met zijn tactical knife. Er stonden twee snipertjes een beetje te campen, die zaten niet op te letten. Hij kon ze dus allemaal knijven. Echt een epic clip ingestuurd door Jantje Robert 1. En daarvoor bedank ik je ook weer. Want we krijgen op dit moment niet meer zo heel veel inzendingen. Terwijl deze final kill afspeelt, wil ik jullie sowieso nog eventjes vragen. Als je een epic clip op je computer hebt staan, als je een epic clip in je theatermode hebt staan, neem hem dan op en stuur hem naar mij toe. Want op dit moment krijgen we niet genoeg inzendingen om deze top 5 plays op de week op mijn kanaal te laten doorzetten. Dus mocht je een clip hebben, stuur hem dan sowieso naar me toe. Op nummer 4 staat Arjan R 1995 PSR. Hij krijgt in een 5 man C4 kill op Black Ops 2 met zijn PDW, mooie Diamond Camel erop. Was een hele snelle top 5 play. Maar hier gaan we door naar de bonusclip. Want de bonusclip is deze keer van PsyQTech. Ik kan zijn naam helemaal niet uitspreken, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Want hij speelt hier Black Ops 2 op de map breed met zijn gouden DSR. Hij dacht, ik zie hier een basketbal liggen. Wat doe je met de basketbal? Je schiet erop en je krijgt gewoon een 3-punter in basketbal op de map breed. Een epic clip ingestuurd door PsyQTech. Ik kan zijn naam niet uitspreken, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Terug naar het serieuze gedoe. Want hier op nummer 3 staat Mees Vogel. Mees Vogel speelt Modern Warfare 3 met zijn gouden DSR met een aquascope. Hij krijgt een hitmark op zijn rug. Daarna killt hij mooie twee man. Daarna no-scoopt hij een persoon. En dan krijgt hij nog een collateral no-scope drive voor de triple no-scope kill op terminal met zijn gouden DSR met aquascope. Een epic clip ingestuurd door Mees Vogel. Dus bedankt Mees Vogel. Dan gaan we snel weer door naar nummer 2. Want op nummer 2 staat Pagur. Hij speelt Modern Warfare 3 op de map Dome met zijn mooie spas. Hij heeft er een mooie autumn camo op. Hij had hem op deze gameplay nog niet goud. Maar ik denk dat hij na deze gameplay wel gewoon goud heeft gehaald door deze epic play. Want hij speelt hier op de map Dome. En op de map Dome falen natuurlijk de spas. Hij krijgt hier een 1 man kill. Hij rent erop af, krijgt een 2 man kill. Hij ziet iedereen voor zijn spannen. 3 man, 4 man, 5 man, 6 man voor de collateral. Hitmarker voor de 7 man kill. 7 man multikill op Modern Warfare 3 in de map Dome. Echt een epic clip ingestuurd door Pagur. Op de tweede bonusclip staat eigenlijk een best wel mooie play door Ossie Bos. Hij speelt hier op de map plaats. Hij gooit C4, hij krijgt een quad C4. Maar ik heb deze op de bonusclip gezet omdat iedereen hier aan het campen was. Iedereen campt altijd op dat balkonnetje met hun sniper. Snipen allemaal aan de andere kant van de map en zijn gewoon keihard aan het campen. Op dat moment waar jullie allemaal op hebben gewacht op de nummer 1 plek in deze top 5 players op de week staat Omaka. Hij speelt op de map Nuke, dan krijgt hij eerst een 2 man kill met zijn DSR. Hij is daarna zijn XP en krijgt daar nog een 4 man multikill mee. Echt een epic clip ingestuurd en vooral een verdiende plek op de nummer 1. Maar ik heb meer clips nodig om deze serie te laten doorgaan op mijn kanaal Rasse Gamer. Dus mocht jij nou een epic clip hebben, neem dan alsjeblieft op via je capture card, via bijvoorbeeld je HD PVR, je Elgato Game Capture, je Dazzle. Of neem hem gewoon op via een cameraatje. Zet de camera voor je beeld, hou je mobiel voor je beeld. Neem hem daar gewoon op. Als je hem hebt opgenomen, render hem dan in een mooi bestandje, in een klein bestandje. Upload hem dan als verborgen naar YouTube. En stuur mij de link naar het e-mailadres jerassegaming@hotmail.com. Zal ik hem bekijken. En als die echt epic is, dan kom je in deze top 5 players op de week. En ik heb meer inzendingen nodig. Dus alsjeblieft, stuur je epic clip naar me in. Maakt niet uit wat het is. Het kan ook een trollclip zijn. Kan een dikke feed zijn met je sniper. Kan gewoon een multikill zijn met je C4. Kan een multikill zijn met je RPG. Kan een multikill zijn met je swarm. Weet ik veel wat je kan insturen. Stuur alles naar me in. Want ik heb dus meer top 5 players op de week nodig. Als je deze video leuk vindt, geef dan alsjeblieft weer een duimpje omhoog. Misschien kunnen we de 600 duimpjes omhoog op deze video halen. Als we de 500 duimpjes omhoog halen, ben ik natuurlijk ook hartstikke blij. Want de 500 duimpjes omhoog zijn er al heel erg veel. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende week. Bye bye.